Hey, fijn dat jullie kijken. Ik ga jullie wat vertellen over de belangrijkste dingen in het navigeren in het programma KindKans. Kijk maar mee. We gaan naar de website van KindKans, kindkans.net. En als je daar dat hebt ingetypt, dan krijg je dit scherm te zien. Ik klik op organisatie, de organisatie waar ik me voor wil aanmelden. Ik typ een gebruikersnaam in en een wachtwoord en ik klik op de knop aanmelden. Ik kom op het homescherm van KindKans. Het bestaat uit twee grote vlakken. Aan de linkerkant informatie die gaat over jouzelf, namelijk jouw gebruikersnaam en welke regio je bent ingelogd. Informatie vanuit jullie samenwerkingsverband, wat voor jullie dus van belang is. Aan de rechterkant een vlak van informatie wat wij als beheerders van KindKans voor jullie belangrijk vinden. Verder zie ik hier een hoofdstructuur. En die hoofdstructuur kan er bij jullie anders uitzien. Dat heeft te maken met jullie autorisaties. Heb je meer rechten gekregen, zie je ook meer hoofdtabbladen. Het tabblad hulpvragen is natuurlijk voor jullie allemaal beschikbaar. Als ik daarop klik, zie ik hier de opsomming van alle hulpvragen die ik dan kan bekijken. Nou, de andere tabbladen ga ik op een ander moment ook wel met jullie uitleggen. Wil ik nou weer terug naar de voorkant van het programma, dan klik ik hier op het logootje van KindKans en dan ben ik weer terug op de plek waar ik ook ben binnengekomen. Wil ik KindKans netjes afsluiten, dan gebruik ik niet het knopje wat ik normaal gesproken gebruik, het kruisje. Maar net daaronder zie ik een mannetje staan. Als ik daarop klik, dan zie ik daar een woordje uitloggen. Als ik dat aanklik, dan kan ik netjes KindKans afsluiten en ben ik weer terug op het punt waar ik net ben begonnen. Nou, zo kan je op een hele makkelijke manier gebruik maken van inloggen en uitloggen van KindKans op een hele veilige manier. Dankjewel.